Dit ging fantastisch, hè? Ja, ja, dit ging heel goed. Ik denk dat we vanaf het begin beetjes kregen van hun tactiek, maar daarna weet ons, toen zeggen ze dat we het gat zien gevonden hebben, toen werd het samen kleren inderdaad. Ja, die techniek, de eerste 3-4 minuten er vol op, maar dan wint ze al werk, zo'n indruk kreeg ik een beetje. Ja, nou, ik dacht zelf al, ik denk dat ze dit volhouden, dan is ze wel heel, heel fit, maar nee, dat koe was net. En vooral als het dan gelijk als je is, dan was ze natuurlijk eerder werk dan dat het echt heel goed zou werken. Wist je van de man die het recht steert dit seizoen aan Wessel, hè? Nou, ja, ik denk dat het machinaal nog alleen maar, ja, Peter heeft mijn jongenvoerder maken. Ik hou wel van die verantwoordelijkheid, dus daar ben ik even fit. En ik ben blij dat het goed gaat. En natuurlijk, als je zo het winnen, dus dan gaat het makkelijker. Maar ja, het is om mij om direct te steken wanneer het minder gaat. En dat ben ik wel eens dingetjes waar ik aan werk in. Maar nou ja, het is goed dat het team het opvangt en dat ik mijn stientje bij kan dragen. Ja, ben je iets te beskeren. Dus gisteren, dit seizoen, ik als speler mag zijn. Dat is een goede wedstrijd. Ja, nou ja, ja, dat is een mooi compliment. Ja, ik doe mijn best en ik denk dat het goed draait. We hebben vaak een mooiste in. Ik denk dat het goed uit de verf komt. Ja, dat is ook belangrijk. Jij 93. Dus ja, dat is eigenlijk een credit aan iedereen. En de ene keer is de ene goed, de andere keer is het nog goed. Dat is de kracht van deze selectie. Johannes hem de naai bij dit seizoen. Ja, ja. Die viel hem als een vis in het wetter. Ja, nou, dat zou het Rick. Hij viel hem heel goed hier bij Friesland. Alleen nog. Ja, hij zei wel, het was dreig. Hij komt natuurlijk van volle lege niveau. En, dus just, hij kan heel goed zitten. Daar lijkt hem net aan. En op train wint ik menig speeltje. Alleen dat is, het is bij Rieten het in de wedstrijd niet. En hij moet proberen iets constanter te worden in het zitten. En daar probeer ik een soort vertrouwen niet in aan de dames bij mij in het vak. Want dus just, wanneer hij het vertrouwen heeft, ze niet aan van de wedstrijd ik, dan is hij hartstikke zuur. Hij is hartstikke van de zuurste van de selectie. Dus ja, dat is een heel groot krachtpunt van ons. En daar maak ik een broek van motie, denk ik. Wat is het grote verschil Wessel met vorig seizoen? Hier is Wiebe er nog bij, hier is Thomas er nog bij. Ja, wat is het verschil? Ja, die man is natuurlijk heel belangrijk voor ons. En dat zij voortgang, dat is natuurlijk wel een aderlating Wessel. Martijn de Bruins, die klapt natuurlijk wel aardig, schoof ik al op het door. En die doet het nou ook hartstikke goed. Ik bedoel, die jongen is een jongetje hier en die speelt hier als draaier. Dus ja, dat hebben we samen opgevuld. En Johannes, die hebben van boeten helle, dus ik denk dat de club heeft het goede ding en ja, die maat dan het gatje opvullen en dat heeft het goede ding en ja, dan hebben we een beetje jij erin hebben we altijd een degradant uit de hoofdklasse erbij die anders ik altijd weer kampioen waard bij ons. Unitas, KVA en groen geel draaien hier op rij en maar Rutmer en Arjan en dan waren we steeds te waard en dan was die er net bij en als juist dat we nou eerste staan zijn op field en in de CL. Ja, dat is mooi voor ons. En ik moet zeggen, naar coach Peter Tolts met dit seizoen in de Seel, je speelt je fris korfbal, lekker vlot, lekker fris. Ja, nee, op zich. Peter is van het collectief. Peter shoot net in punt heren of steun de heren of steun de dames, puntdames. Die shoot gewoon iedereen met zijn goals, man. Iedereen stiert alles voor jou op papier. Nou, als dat niet rijk is, dan heeft hij genoeg aan de rit. Ja. Nou ja, dat probeert hij erin te krijgen. Hij hamert ik heel vaak op maar arrogant wezen, maar iedereen van de scout zelfvertrouwen hebben. En dan is het onder de rest om het te werken. En dat is wanneer de bal valt en iedereen scoort mooi. Ja, dan krijg je echt een heel mooi teamcollectief. En dat werpt je vrucht naar. Dan maken ze jouw 34 goals. Dus. Hebben we een traaie week een feestje? Ik ben er vanuit van voor. Ik morgen keer weer zien naar hoe OWK doet. Nou ja, ik ben er vanuit dat ze winnen. Want ik vind zijn kampioenswedstrijd wel heel leuk. Dan gaan we maar een paar bussen erin. Dat mag een groot feest worden, hoop ik. Ja, maar een spotter heeft één doel, Wessel. Eerst dat ook. Ja. Ja, om mij wordt mooi wel beslist worden. Maar ja, zulke wedstrijd spelen, ja, die vind je het heel leuk, daar vind ik niks. Ik heb degene die het wel heel leuk vindt. Maar het mooi wel snel genoeg voor mij. Dat is een punt. Succes. Dankjewel, mooiste eerste.